Gemeente, willen vanavond stilstaan bij zondag 4 van de Heidelberger Catechismus. We gaan eerst de vragen met de antwoorden lezen. We beginnen bij vraag 9. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Antwoord, nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Antwoord. Nee, hij geen zins, maar hij vertoont zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? Antwoord. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover. Gemeente, we schrijven als thema boven deze zondagsafdeling: God handhaaft zijn recht. 3 aandachtspunten. Hij mag dat doen. In de tweede plaats, hij wil dat doen. En in de derde plaats, hij moet dat doen. Dus God handhaaft zijn recht. Hij mag dat doen. Hij wil dat doen. En hij moet dat doen. Laat ik eerlijk zeggen, gemeente, het was me niet echt tot vreugde om vanavond hierover te komen preken. Nee. Het is toch geen stof waar je nou heel erg blij van wordt, toch? Het is wel nodig. Het is wel eerlijk dat dit gepreekt wordt. Dat onze catechismus deze zaken niet verzwijgt. En het kan zo zijn, gemeente, dat wij denken, nou, het is misschien maar goed dat er vanavond niet iemand van buiten bij ons zit. Of misschien is dat wel zo, maar dat je dat diep in jou denkt, oh, dit is nou niet bepaald geschikte stof om iemand die weinig kennis heeft van de geloofsleer, of misschien helemaal niet opgegroeid is met de Bijbel, om die dit vanavond te laten horen. Nou, dan zal ik u één ding zeggen, ik ken iemand, er is nog een leven die van buiten de kerk binnen is gekomen. Door middel van een meisje. Jaren geleden. Hij vertelde dat hij toen in Rotterdam voor het eerst naar een van onze gemeenten ging. Mijn Sereplein. En het was een leesdienst. Waarin zondag 4 werd behandeld. Zou zeggen, ja, wat moet je daar nou van verwachten? Hij zegt, en weet je dat die preek naar binnen ging bij mij? Als Rooms-Katholiek opgevoed en opgegroeide jongen. Dit was de taal van mijn hart. Ik mocht er ja op zeggen, amen op zeggen. Het is waar. Dus
Dat onthoud ik altijd maar, gemeente. En dat juist ook zo'n ontdekkende preek, want dat is het toch, als het goed is. Ik hoop in uw en jouw leven ook, dat het ontdekt aan wie je bent en wat je doet. En wat de Heere van u vindt, zoals we zijn. Ja, dat gebruikt mag worden om ons te laten zien op niemand minder dan de Heere Jezus Christus. Het is u voorgelezen, hè? Vanuit het Nieuwe Testament, de Galaten brief, waar Paulus ons iets vertelt over de functie van Gods wet in het leven van een zondaar. U heeft die woorden wel gehoord. De wet als een tuchtmeester tot Christus. En wat is een tuchtmeester? Nou, moet u het boek van Luther maar eens op nalezen over de Galatenbrief. Dan zegt Luther, ja, dat is een pedagoog, die tuchtmeester. Een soort assistent in de klas, een soort onderwijsassistent. En dat waren nou niet bepaald de meest empathische mensen die dat werk deden. Een tuchtmeester, zo'n onderwijsassistent, moest een leerling flink aanpakken tijdens de les. Zo'n tuchtmeester, zo schrijft Luther dan, ja, dat is iemand die met een stok rondliep, de klas rondging en keek of iemand wel netjes genoeg schreef, wel goed genoeg zijn best deed en zo niet, dan sloeg hij met zijn lat op de vingers van die leerling, zodat die leerling wel beter zijn best ging doen. Kijk, zegt Luther, dat is nou wat de wet doet. Die wet die geeft dat je uitroept, au, dit doet me pijn. Zo kan het niet verder. Het moet anders. En dat die wet je steeds meer laat zien. Je bent niet geschikt voor Gods koninkrijk. Zo kun je God niet ontmoeten. Zo kun je niet altijd bij hem zijn. De wet die veroordeelt je. Die wet zegt, u staat er buiten. Ja, niet om je daarin te laten zitten. Oh nee, juist niet. Juist niet. De Heere wil juist dat als we zo worden onderwezen vanuit Gods wet, door Gods wet, als we die klappen krijgen van de wet, dat we zeggen, maar waar is het dan wel goed? Waar is het veilig? Waar kan ik wel God ontmoeten en in gemeenschap met hem komen? Zodat die naam van Jezus alles in ons leven gaat betekenen. Dat ik ga zeggen met heel mijn hart. En dat ook weer opnieuw. En daar meer en meer van mag gaan leren. Die enige naam onder de hemelen gegeven tot zaligheid. Tot mijn zaligheid. Ja, dat ik het met de discipelen zal zeggen. Tot wie anders moet ik gaan dan tot hem. Hij heeft de woorden van het eeuwige leven. Een van de broeders Erskine gemeente heeft wel het beeld gebruikt van de naald en de draad. Misschien kent u het wel. Het beeld van de naald en de draad. Erskine schrijft, de wet is als de naald. Die doet pijn. Veel pijn. Maar aan die naald is een draad verbonden. En dat is het evangelie. En die draad, die is helend. Die draad die maakt dat een wond, dat een snee weer kan worden gehecht. En daarom naald en draad. Wet en evangelie. En zo gemeente hebben de twee broeders, de twee hoogleraren in Duitsland, in Heidelberg, hebben ze ook de catechismus opgesteld. Opdat we zullen gaan leren zien wie wij zijn in Gods heilige ogen. En zo begon het in zondag 2. Waaruit kent gij uw ellende? Hoe weet je dat je zo bent, zo uitlandig? Hoe weet je dat je buiten Gods gemeenschap staat? Nou, dat weet ik uit Gods wet. Zo was het antwoord. De wet van God, die vanmorgen hier is voorgelezen, veronderstel ik tenminste. De wet die, ja, die verklaart mij schuldig, want dat leert Christus ons in een hoofdsom. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat was de samenvatting
van de eerste tafel. En de tweede dan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan was de vraag, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Niet, en dan moet het antwoord zijn, dat als ik echt versta wat Gods wet van mij eist, als ik echt versta dat God wil dat ik zonderloos denk, ja, ook mijn gedachten zijn bij God bekend. Zelfs al zou ik dus alles naar Gods wet doen wat handelen betreft, maar mijn denken is nog steeds verkeerd, dan moet God mij schuldig houden, schuldig verklaren. Daarom staat hier, nee, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is nogal wat. En dan, ja, dan komen de uitvluchten eigenlijk. Hè. Zondag 3 en 4 komen er allerlei uitvluchten. Herken je die in je leven? Ik hoop van wel. Van ja, maar is dat dan wel eerlijk? Heeft God dan misschien schuld hieraan? Heeft God dan de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Ligt het aan u? Nou, gemeente, die uitvlucht, die hoort u in het paradijs al, hè? Adam zegt dat toch? Over Eva, de vrouw die u me gegeven hebt, die heeft het gedaan. Die heeft me hier verleid door mij voor te houden die vrucht van de boom. En ik heb gegeten, maar het komt wel door haar. En Eva, wat doet Eva? Ja, zij wijst op een dier, op de slang. Waar Satan van gebruik heeft gemaakt. Ziet u? Heren, u bent toch eigenlijk hier wel debet aan. Ja. En leeft dat niet in ons hart? Ja, maar de Heer had het toch ook anders kunnen doen? Is hij niet eigenlijk ook de oorzaak van de zonde? Dat hij de zonde heeft toegelaten in de wereld? Nou kom ik denk heel dichtbij. Hoeveel zeggen dat niet? Had God het dan niet tegen kunnen houden? Jazeker. Maar waarom deed hij het dan niet? En dan die andere vraag, van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Wordt ons verteld wat er gebeurd is in het paradijs? Zodat er sprake is van verdorvenheid, zo zijn we geworden. En wij met Adam en Eva staan in dezelfde linie, in dezelfde lijn. Adams kinderen, zeggen we dan. En dat we geneigd zijn tot alle kwaad, onbekwaam tot enig goed, tenzij door Gods geest wederom geboren worden. Nou, zo komen we bij zondag 4. Eigenlijk gaan die uitvluchten dan door. He, die eerste uitvlucht is, ja, maar doet God dan wel de mens recht? Is het niet eigenlijk een stukje onrecht als hij van de mens eist dat hij iets moet doen wat hij niet meer kan doen? Het is toch eigenlijk heel onredelijk, gemeente, om tegen iemand die doof is te zeggen, nou moet je eens horen, luister eens naar me. Iedereen zal zeggen, doe normaal, dat is een doof iemand. Dan ga je toch niet zeggen, je moet horen. Of tegen iemand die blind is, zeg, kijk dan toch eens uit. Dan zeg je, dat is onbarmhartig, dat is gemeen als je dat zegt. Je voelt het. Iemand die iets niet kan doen, daarvan zeggen je moet het doen. Dat is eigenlijk de achtergrond van deze vraag. Ik ben toch blijkbaar ontoerekeningsvatbaar, zoals dat in het strafrecht heet. Iemand kan het niet worden aangerekend, iemands geest is compleet verward. Je leest daar wel eens over, hè? Dat een man of vrouw die andere mensen om het leven heeft gebracht. Hij zegt, ik hoorde allemaal stemmen in mijn hoofd en ik had er geen controle meer over. En ik moest wel, en ik vind het heel erg wat er gebeurd is, maar ik kon het niet tegenhouden. En hij zegt, ja, die persoon had geen controle meer over zijn eigen wil, ontoerekeningsvatbaar. En ja, dan kan de rechter in plaats van een straf een maatregel opleggen, zegt hij, ja, TBS, een verpleging is nodig. Het heeft eigenlijk niet zoveel zin om deze persoon te straffen. Want ja, het lag buiten zijn vermogen om dit tegen te gaan. Maar hij moet wel behandeld worden, verpleegd worden. Is dat zo met de mensgemeente? Kun je dat zo zeggen? Nou, u zegt, ja.
Nou, eigenlijk toch wel. Want ja, als die zo geboren is, een zonde ontvangen en geboren, en we zijn geneigd tot alle kwaad. Ja, dan vind ik het wel een harde zaak dat God toch van mij eist wat ik niet meer kan geven. Ja, dan zeg je eigenlijk, ik ben slachtoffer en geen dader. Een slachtoffer. Maar de catechismus houdt ons voor dat God ons zo echt niet ziet. En dat is de norm, gemeente. Niet wat wij voelen, wat wij vinden en wat wij billig zouden vinden. Je kunt van alles vinden. En dat doen we ook trouwens. Hè. We hebben allerlei oordelen over de strafmaat in Nederland. En die persoon is te weinig gestraft. En te weinig jaren de gevangenis ingegaan enzovoort. Dat weten we allemaal heel goed. Het gaat altijd dan wel over een ander. Dat is ook wel makkelijk oordelen natuurlijk. Maar naar God toe vinden we het eigenlijk helemaal wel heftig. Eeuwig in het verderf. Eeuwig in de buitenste duisternis. Is dat eerlijk? Is dat rechtvaardig? Voor dingen die, ja, die ik blijkbaar wel moet doen omdat ik zo geboren ben. Dan komt het antwoord. Nee, God doet geen onrecht. Als hij eist wat wij niet meer kunnen geven, namelijk die volmaakte gehoorzaamheid. Het antwoord, ik lees hem nog een keer voor, gaat ons terugbrengen in het paradijs. Brengt ons terug bij God, zoals hij ons heeft geschapen. Nee, hij, nee, God. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Kon doen. We waren in staat om gehoorzaam te zijn. We konden kiezen, gemeente. De mens had een vrije wil in het paradijs. Voor de zonde. Daarna niet meer. Toen werd het een geknechte wil om Luther nog maar een keer aan te halen. Maar toen daarvoor nog een vrije wil. We konden het doen of nalaten. Ja, want God wilde uit gehoorzaamheid, in gewillige gehoorzaamheid gediend worden. Niet uit dwang. Daarom stelde hij de mens de keus. Zij kon het doen. Maar de mens, Adam, Eva, Adam als verbondshoofd, heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, waaronder mij, door het ingeven des duivels, en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Dat wordt ons voorgehouden. En dat is de boodschap van God. God zegt niet Eva, inderdaad, jij bent de schuldige, jij alleen, dus Adam gaat vrij uit. En God zegt ook niet tegen Eva, ja, je hebt gelijk, de slang heeft je verleid. Dus jij gaat vrij uit. Nee, God rekent het hen beide aan. Maar omdat Adam ook in een verbondsrelatie staat, ons vertegenwoordigt, namelijk het hele menselijk geslacht, heeft Adam ook namens al zijn nakomelingen de zonde in de wereld gedragen. En houdt God ons voor verantwoordelijk, omdat Adams zonde ons ook wordt toegerekend. Los van het ingeven van de duivel, gemeente, het is waar, staat hier ook heel eerlijk vermeld, de duivel heeft de mens verleid. Maar dat is geen excuus, ook nu niet. We kunnen nooit zeggen, ja, de duivel hield het me voor en daarom deed ik het maar. Het is, trouwens, we zijn altijd heel makkelijk om de duivel overal de schuld van te geven. De duivel zei dit en de duivel zei dat en toen heeft de duivel zo gehandeld. En we vergeten zo vaak te zeggen, maar de duivel zei precies wat er ook in mijn hart leeft. Niet voor niets, gemeente, wordt Satan geplaatst naast mijn eigen zondige hart. Als de grote doodsvijanden die uit zijn op mijn dood. Satan, wereld en mijn hart. Ze werken samen, zo lezen we in zondag 52 van de catechismus. We hebben het moedwillig met opzet gedaan. Het was geen ongelukje, het was niet een vergissing. Adam en Eva wisten heel goed wat ze deden.
Ze hebben dit wel overwogen gedaan. Het was niet zo dat ze zich een beetje vergist hebben. Dat ze de consequenties niet hebben doorzien. Nee, vrijwillig, moedwillig. Ja, de duivel krijgt ook zijn portie, zeker. De Heer heeft het gezegd, dat de Satan straks voor eeuwig zal worden geoordeeld. En dat hij in de poel van vuur en zilver zal zijn. En dat hij daar ook nooit meer uit zal komen. De Satan krijgt zijn deel. En dat weet de duivel ook. Hij heeft het ook gezegd tegen Jezus. Bent u nu al gekomen om ons te pijnigen? Nog voor de oordeelsdag? De duivel gelooft het, gemeente. Die gelooft het, dat dit gebeurt. Moedwillig van onze gaven beroofd. Misschien mag ik voor de kinderen nog een voorbeeld gebruiken. Stel dat je dat iemand jouw fiets leent, een mooie racefiets. Een vriendje heeft dat gedaan, die heeft hem geleend van je. En dat vriendje, ja, die komt ten val met die fiets. En hij brengt hem terug, helemaal beschadigd. De wielen zijn helemaal verwrongen. Heel veel schade. Is je fiets, zegt hij. Ja, zeg je, maar zo kun je hem toch niet teruggeven? Maar dit is gebeurd. God. Wat zal je dan zeggen? Ja, maar wacht even, vriend. Jij hebt die fiets van mij geleend, toen was die goed. Er was geen schade aan. En dan mag ik er toch op rekenen dat je ervoor gaat zorgen dat die fiets weer helemaal gerepareerd wordt. Daar heb ik recht op. Ik denk dat iedereen van ons dat eerlijk vindt. Zeker als je ook nog eens hoort dat het vriendje het expres heeft gedaan. En dan zeg je nu helemaal, expres die fiets verneeld. Ja, betalen zal die. Of repareren. Nou, mag God dan niet zeggen, hé, jongen, hé, meisje, betaal me wat ge schuldig zijt. Wat jij mij schuldig bent. Gemeente, dat is toch de taal van Gods kinderen in de Bijbel. U leest van mensen die het hoofd gaan buigen voor God. Echt waar. Lees de psalmen maar. Psalm 51, daar buigt David het hoofd. En zegt, ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. En hij zegt zelfs, Heere, uw vonnis. Wat dat vonnis ook inhoudt. En dat was een vonnis voor de tijd. Dat was niet niks wat de Heere gezegd had. Hij zegt, het is rechtvaardig, Heere, dat u dat doet. Het is rechtvaardig. Amen zeggen op Gods vonnis. Ik denk aan Psalm 130, gemeente. 130, ook een psalm van David. Zo gij in terecht wilt treden, o Heeren gadeslaan, ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Zie je, daar buigt de dichter het hoofd voor God. Ik denk aan de gelijkenis die de Heer Jezus heeft gesproken over de jongste zoon. Wat zegt die jongste zoon? Hij onderwerpt zich geheel aan zijn vader. Hij zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. U mag het zeggen, vader, welke straf ik verdien. Ik heb geen recht meer om uw zoon genoemd te worden. Dat heb ik verspeeld. Zo had hij het voorgenomen om het te zeggen. En ga maar door, gemeente. Steeds weer die belijdenis. Petrus, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. De wet veroordeelt. En als de Heer in ons leven werkt, als die aanwerkt op dat zaligmakende geloof, dan kan het niet anders, gemeente, of we gaan hem ook billijken. In zijn aanspraken. Erkennen. In u is geen onrecht. In mij wel.
Nee, gemeente, maak er geen karikatuur van. Er zijn mensen die zeggen, dan leert de mens zeggen, heren, werp me maar in de hel, want dat heb ik verdiend. Punt. Dat staat niet in Gods woord. Dat staat helemaal nergens in Gods woord. Werp me maar in de hel. Iemand die beseft wat de hel is, gemeente, zegt dat niet. Maar je gaat de Heer wel erkennen dat hij je geen onrecht zou doen. Als hij dat zou doen. Als hij je voorbij zou gaan. Dat is wat anders. Dat is heel wat anders. Die tollenaar zei niet, werp me maar weg voor altijd. Nee, wees mij zondaar genadig. Zo luidde zijn gebed. God handhaaft zijn recht. Hij mag dat doen. Maar wil de Heer dat ook doen? Want je zou kunnen zeggen, nou ja, ik denk niet dat de Heer dat wil. Ik zou, als ik in hem me mag verplaatsen, nee, ik zou het toch dan niet meer willen. Nou, daar gaan we zo bij stilstaan. Laten we eerst gaan zingen, gemeente. En wel uit Psalm 69, vers 2 en vers 3, waar we de dichter horen kermen, horen kreunen. Wat heeft hij het benauwd gekregen? Meent u, hoorde in deze psalm de klacht van David over zijn vijanden, over mensen die hem beschuldigden, waarvan hij wist, dat heb ik niet gedaan. Maar uiteindelijk gaat het hier om de klacht van de Heer Jezus Christus zelf. Het is messiaans, deze psalm. En eist van mij, horen we Christus klagen, waar ik me onschuldig kent, geroofde weer, ik moet voor voldoening zorgen. De Heer Jezus, hij wordt gestraft door zijn eigen vader, omdat hij de borg is geworden van al degenen die zalig worden. Daar wil ik zo nog iets van zeggen. We gaan naar de tweede gedachte, God handhaaft zijn recht. We hebben gezien, hij mag dat doen, maar hij wil dat ook doen. Want dan komt die vraag, wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Ja, zo denken mensen er wel vaak over. Althans, je hoort ze zo wel spreken. Zou het niet mooi zijn om schuldige mensen gratie te geven? Gebeurt wel eens, hè, dat mensen gratie krijgen. Dat ze terecht zijn veroordeeld en soms een hele lange gevangenisstraf moeten uitzitten. Maar dat ze gratie krijgen van een koning of van een president. Oud-president Trump heeft ook nog best wel wat mensen gratie gegeven. Ja, zou toch eigenlijk mooi zijn, een soort generaal pardon. Als God dat nou eens doet en zegt gewoon, nou, ik vergeet het gewoon wat er gebeurd is. Zand erover. En ik geef de mensen een nieuwe kans. Nou, ik denk dat veel mensen zeggen, dat is best mooi. Ja, zo zou het toch ook kunnen. Laat God het toch zo doen. Een generaal pardon. Die leer kom je ook tegen, gemeente. De leer van de alverzoening bijvoorbeeld. Waar mensen geloven dat God uiteindelijk iedereen een pardon schenkt. Iedereen gratie geeft, zelfs de duivelen. Want zeggen ze, God is liefde. Dus uiteindelijk wil hij ook niet dat mensen en duivelen eeuwig zullen moeten lijden. Dat past toch niet bij zijn liefde? En dan pakken ze een tekst voor uit de Bijbel, dat God de wereld met zichzelf verzoenende is. Nou zeggen ze, zie je wel, God verzoent alles met zichzelf. Dus met iedereen komt het goed. Dat is de alverzoening, dat is het verschil met de algemene verzoening. De alverzoening is dit. Maar gemeente, nou ga ik u eens wat vragen. Stel dat er twee jongens van 18 jaar zijn die midden in de nacht je huis in brand steken. Bent u dan nog voor zo'n pardon voor die twee jongens? We hebben er enorm veel schik om gehad. Ik ga het nog even erger maken. Stel dat er iemand grote brandwonden heeft opgelopen tijdens die brand. Zegt u dan ook, ja, doe maar een pardon, beter. Vergeven en vergeten hoor. Vindt u dat recht? Ik ga het nog wat moeilijker maken. Er komen mensen om bij die brand. Uw geliefde. Zegt u dan nog, doe maar pardon hoor, een pardon. Ja hoor. U voelt het wel aan, dan gaat het heel erg steken van binnen. Dan zeg je, ja, maar er moet wel recht gedaan worden. Het is verschrikkelijk wat zij ons hebben aangedaan.
Die mensen, die jongens, moeten gestraft worden. Het recht moet spreken, het recht moet zegevieren. Ja, je hoort dat heel vaak ook, hè, in het nieuws, dat nabestaanden zeggen, dit is geen recht. Moet eens kijken wat ons is aangedaan en waar die dader nu mee wegkomt. Meet als het heel dichtbij komt, zijn we niet meer zo voor gratie, toch? Het is al heel wat als we vergevingsgezind zijn. Als we mogen zeggen, en toch wil ik vergeven. Je leest er wel eens van. Bijzonder zelfs van christenen die dan in de rechtszaal mogen zeggen, ik heb u vergeven. Dat is wat. Dat is genade als je dat kunt zeggen. Maar gemeente, wat wij dus in het natuurlijke leven vinden, mag God dat dan niet zo vinden? Mag God zich dan niet toornen over de zonden? Daarom staat hij, nee, geenszins, geen enkele twijfel over mogelijk. Maar hij vertoornt zich verschrikkelijk, beide over de aangeboren en de werkelijke zonde. En hij wil door een rechtvaardig oordeel, tijdelijk, hier in dit leven, en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft. En dan wordt er een tekst aangehaald, ja, die we net ook gehoord hebben uit de Galatenbrief. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Meten, wij mogen nooit Gods liefde uitspelen tegen zijn wraak, tegen zijn toorn, zoals het hier genoemd wordt. Gods rechtvaardige toorn. Toorn is niet een emotie, zoals boosheid een emotie is. Toorn is een legitieme reactie op kwaad. Daarom, ik zou ook niet een ander woord in het Nederlands zo kunnen noemen, wat gelijk staat aan toorn. Toorn, gemeente, mag er zijn. Ook onderling. Hè? Soms zeggen mensen, nee hoor, je mag nooit vertoornd zijn. Je mag wel vertoornd zijn. Als iemand je groot onrecht aandoet, als iemand een ander misbruikt bijvoorbeeld, of steelt, of andere dingen doet die verkeerd zijn, die zondig zijn, dan mag daar toorn zijn als reactie op wat er gebeurd is. Dat sluit vergevingsgezindheid niet uit. Nee, toorn is een legitieme reactie. En daarom, God zelf is ook vertoornd. En dat heeft nou, dat heeft Mozes bijvoorbeeld wel geweten. Vlak voor zijn begrafenis zegt Mozes in Psalm 90, wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Zelfde Mozes zegt, wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Ik lees in Psalm 89. Hoe lang, getrouwe God, zult gij u steeds verbergen? Zal dan uw grimmigheid, die niemand af kan keren, gelijk een brandend vuur het verdrukte volk verteren? Toorn. Meent u, God kan niet zeggen, nou ben ik wel vertoornd en nou ben ik niet vertoornd. Nee, het is niet iets wat hij kan aannemen en weer af kan doen. Het is zijn wezen. Zoals God liefde is, zo is hij ook heilig. Een heilig God. Zo is hij ook een rechtvaardig God. Zo is hij waarheid. Eigenschappen van God die naast elkaar staan en die we nooit tegen elkaar kunnen uitspelen. Hij is zo. Het is zijn wezen. Zoals we zeggen, vuur is heet. Water is nat. Zo is God heilig en rechtvaardig. Gemeente, we zien dat ook terug in de straffen die God in dit leven heeft gegeven aan mensen. Denkt u maar aan de zondvloed. Dat was een uiting van Gods toorn. De Heer zegt, de zonden zijn tot een maximum gekomen. Mijn toorn eist nu dat ik niet langer langmoedig zal zijn, maar dat ik overga tot het uitoefenen van de wraak. En dan geeft God nog bekeringstijd, 120 jaar aan de mensen. Ze kunnen zich nog bekeren, maar dan, als het moment aanbreekt dat hij de deur van de ark sluit, dan is
het voorbij. Denkt u maar aan Sodom en Gomorra, gemeente. De zonde gaat naar een maximum. We zien hoe de mensen daar zich uitleven in de zonde. En zelfs bereid waren om vreemdelingen te schenden. Om ze te verkrachten. Het waren engelen die daar geherbergd werden door Lot. En dat God dan met Abraham spreekt. En wat Abraham ook aanvoert om de steden te sparen. De Heere laat zich daarin niet verbidden. Wel spaart hij Lot en zijn gezin. Ze mogen vluchten. Maar de Heere gaat wel door met zijn oordeel. Nog een voorbeeld, gemeente. De slangenplaag. Als straf op de zonde in de woestijn. Dat is weer een teken dat God zich toont over de zonde. En dan gebruikt hij deze straffen nog om mensen, om mensen die nog in leven zijn, te bewegen om hem te zoeken. Om berouw te tonen. Om genade van hem te ontvangen. Meent u dat God zo is? Dat blijkt toch ook uit wat hij met zijn eigen zoon heeft gedaan. Dat lees ik in ons avondmasformulier zo heel eerlijk over de zonde en over de vervloeking. Ik lees het u voor. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. En dan komt het. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Is dat niet het bewijs? Dat God zich verschrikkelijk toort over de zonde. Dat hij zijn enige, zijn beminde zoon, die geen zonde gekend of gedaan heeft, straft alsof hij een verschrikkelijke misdadiger was. Hij moet de beker, gevuld met Gods toorn, leegdrinken tot de laatste druppel. Christus heeft het moeten uitklagen. Met mij verging hun hoop. O Israëls God, daar ik mijn smaad om uwentwil moet dragen. Maar ook het vers daarvoor. Men eist van mij waar ik me onschuldig ben. Het geroofde weer, ik moet voor voldoening zorgen. Als hij zo met het groene hout omgaat, zoals Christus het zelf heeft gezegd, hoe zal hij dan met het dorre hout omgaan? En de Heer Jezus heeft ons ook een gelijkenis getekend, waarin die rechtvaardigheid van God en die rechtvaardige toorn ook een plek heeft gekregen. De gelijkenis van Lazarus en de rijke man. We horen het tot de man gezegd worden als hij vraagt of Lazarus nog een keer kan komen om hem te dienen, om een druppeltje koud water te geven. Dan wordt hem gezegd, u heeft uw deel gehad in het leven. Nu is het voorbij. Dit is de rechtvaardige straf van God. En Lazarus krijgt niet zoveel in het aardse leven. Die werd miskend en die krijgt nu de heerlijkste plaats bij God. Niet omdat Lazarus zielig was, slachtoffer was, maar omdat Lazarus geloof had. Het ware geloof. Lazarus was als die tollenaar. Lazarus was als de discipelen. Als Petrus en Johannes en Jacobus. Hij had zijn zaligheid gezocht buiten zichzelf. In Christus Jezus. Gods toorn, gemeente, denk aan de rokende Sinaï. Dat is een beeld van Gods toorn. Maar denk ook in het bijzonder aan de kruisheuvel Golgotha, waar Gods toorn is neergedaald op zijn zoon. Plaatsvervangend heeft hij Gods toorn geblust voor al de zijnen. We gaan naar onze laatste gedachte. Er komt nog één uitvlucht. Eén uitvlucht horen we de opstellers naar voren brengen. Ja, maar is God dan ook niet recht barmhartig? Dat hoor je zo vaak. Ja, maar God is toch barmhartig? God is toch liefde? God is toch ook liefdevol? Ja, maar kijk ermee uit. Ik zei het al een paar keer. Speel Gods barmhartigheid niet uit tegen zijn andere deugden.
En daarom het antwoord, jazeker, God is barmhartig, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom, zo eist zijn gerechtigheid, dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook bij de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Gemeente, hier op aarde kunnen we discussiëren of een strafmaat rechtvaardig is. Ja, zet 20 mensen op een rijtje en ze zullen waarschijnlijk 20 verschillende oordelen vellen van wat bijvoorbeeld een moordenaar aan straf moet krijgen. Daar kun je ook nog wel over discussiëren. Per land verschilt dat ook nog wel. Sommigen zullen zeggen, nou, ik vind er eigenlijk maar één legitiem. Ik vind maar één straf rechtvaardig. Als hij dat zegt, krijgt hij vaak wel heel veel mensen over zich heen. Maar goed, dat zij dan zo. De doodstraf, die zegt, ik vind dat iemand die dit doet, zichzelf het recht op het leven heeft ontnomen. Nou, zullen velen zeggen, dat is een te zware straf. Dan kan iemand nooit meer terugkeren in de maatschappij. Dat is te definitief. Dat staat toch haaks op het recht op leven, enzovoort, enzovoort. Ga ik het nu ook niet over hebben, gemeente. Maar als God ons de doodstraf oplegt, als hij zegt, je zult de dood sterven, tijdelijk, geestelijk, eeuwig, wie van ons zal zich dan verheffen tegen de Heer en zeggen, u bent onrechtvaardig, dit kunt u toch niet doen? Dan zegt God, wie denkt u dat u bent? Wie denk jij dat je bent? Jeremia, gemeente, heeft daar ervaring mee. De Heer zegt, Jeremia, heb jij ooit een blok hout of een bel horen praten tegen degene die het gebruikt en gezegd, wat bent u nou toch aan het doen? Of dan wordt Jeremia meegenomen naar de pottenbakker en die pottenbakker die is van klei een pot aan het maken, maar hij is niet tevreden en in één keer doet hij de klei weer tot een klomp en hij begint weer overnieuw. Zal de klei tegen de pottenbakker zeggen, wat doe je nou? Nee, wij moeten wel onze plaats weten. Wij zijn zijn schepselen. En de Heere zegt, ik ben soeverein. Ik ga me echt niet aan u verantwoorden. Ook al roepen wij hem wel de verantwoording. God lacht ons uit wat dat betreft. Hij zegt, wie bent u om mij in de beklaagde bank te zetten? U hoort daar te zitten. En toen zullen we ermee stoppen met God de verantwoording te roepen. Dat hij dit niet zou mogen doen vanwege zijn barmhartigheid. Dat de straf die hij hier stelt te zwaar is? Nee, maar laat ons buigen voor hem en zeggen, ja Heere, het is uw gerechtigheid, uw rechtvaardigheid, dat de zonde die we tegen u als de Allerhoogste Majesteit hebben gedaan, dat u die straft met de eeuwige straf, de hoogste straf naar lichaam en ziel. Gemeente, ik geloof ook niet dat de mensen in de hel, dat die de Heere ter verantwoording zullen roepen. Ze zullen de Heere billijken. Ze zullen zeggen dat hadden we verdiend en dat hebben we verdiend. Hadden we maar geluisterd. Hadden we ons nog maar bekeerd. Hadden we maar gedaan wat die moordenaar aan het kruis deed. Wij rechtvaardig ontvangen straf. God is, gemeente, rechtvaardig en barmhartig. Hij wil straffen naar zijn rechtvaardigheid, naar lichaam en ziel. De ziel die eeuwig gekweld zal worden. Die eeuwig wroging zal hebben. Het lichaam dat pijnen zal lijden, zoals we dat zien bij Lazarus. We lezen dat de lichamen zullen opstaan tot afgrijzen. De lichamen van de onbekeerden. Maar gemeente, er is ook een andere kant. En die mogen we toch ook hier wel benoemen. Hij is barmhartig. En daar wil ik toch ook mee afsluiten. Hij is barmhartig. Zo barmhartig dat Johannes het uitgeroepen heeft door Gods geest geluid. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, hij had er maar één, gegeven heeft, overgegeven heeft aan die zware straf. Aan de godsverlatenheid op Golgotha. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben.
Johannes herhaalt het nog eens in zijn brief. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Ja, Psalm 30 gaat ook verder. Ik heb er net een stukje vanuit de berijming uitgeciteerd. Ach, wie zal dan bestaan als u met mij in het gericht treedt, zegt de dichter. Maar dan volgt daarop. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Dies wordt gij hier met beving recht kindelijk gevreesd. En daarom bemoedigt de dichter de mensen om hem heen. Hoopt op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Amen.